Hallo iedereen, ik ben Turnat en vandaag vind ik het terug in Let's Play Travel verlevering 39 wereld uh, Casual 2. Een beetje bizar om te zeggen zo. Uh, maar we zitten uh, nog steeds op Casual 2. En ja, er is wat evolutie, want uh, voor wie het snel zou hebben, opgemerkt 9000 totaal 7400 uh, voor één dorp. Dat wil zeggen dat er toch minstens twee dorpen zijn, uh, om aan een totaal van 9000 te raken. Ik ga zelfs beter zeggen. We hebben drie dorpen. Hoe zei uh, Het enige nadeel is dat het derde dorp wordt aangevallen. Maar dit met reden. Um, ik heb het juist geëdeld. Maar gewoon uh, gelijk juist-juist. En natuurlijk, ja. Uh, werd het gevormd door iemand. Uh, Lord Frederick. Die 2 miljoen punten heeft. Dus. Um, het is een beetje normaal ja, dat, uh, dat we problemen wanneer we spreken er is. Um, dus we zullen wel zien uh, wat er. Uh, wanneer, oh ja, wat het zal zijn, waarschijnlijk is het gewoon een pure farm. Ik heb het uh, niet kunnen taggen. Um, maar jullie kunnen zien dat het heel wat uren zijn om uh, de simpelste aanval te doen, 16 uur, voor een lichte cavalerie. Ik vond het zelf dat het lichte cavalerie is. Um, maar wat, hey, wat is er nu allemaal gebeurd? Want ik ben even mijn uh, woorden kwijt. Uh, het, uh, deze dorp heeft dus een adelshoeve. Uiteindelijk is die uitgebouwd geweest en hebben we heel wat edelmannen kunnen produceren. Wel geteld, uh, nog eentje nu. En uh, we hebben er al in totaal zes. Uh, dus toch wel een aantal. En uh, ook uh, nu begint het duur te worden om nog goudminten te slaan. Uh, want, oh ja, om een edelman te maken, want ik moet al zeven goud moeten gaan slaan voordat ik een edelman heb. Maar uh, mijn bedoeling, en ik ga het proberen, is. Uh, want als we even kijken, we hebben gisteren een dorp gehad. Ik wil vandaag dus nog een dorp, drie. Ik zou proberen om zoveel mogelijk dorpen na elkaar, dus elke dag eentje, totdat het niet meer gaat. Ik hoop er toch een vijf of zeven te hebben. Uh, Na elkaar, dus we zullen wel zien uh, hoeveel dat ik per dag kan slaan. Want het farmen gaat vrij vlot, uh, meestal haal ik wat grondstof, oh, je hebt vrij veel grondstoffen binnen. Uh, nu zijn er slechte voorbeelden hier. Heb ik een goed voorbeeld? We hebben bijvoorbeeld 2000 uh, leem, want leem is wel te kort. Um, dus ja, ik heb vrij goede aanvallen, laten we het zo zeggen. Uh, maar ik weet niet of ze het tempo van het goud zijn aan kunnen. Want 7 goudmunten uh, Bij deze is al toch uh, 150.000, 200000 grondstoffen van elk dat je nodig hebt. Dus dat begint toch wel een aantal te zijn. Uh, dus We zullen wel zien wat het geeft. Maar mijn bedoeling is dus om. Dat vol te houden en uh, heel wat uh, te heel op korte tijd. Ik zeg het nu al, het is niet ideaal om dat te doen. Uh, eigenlijk moet je dat beter totaal gewoonweg niet doen. Maar ik dacht, allee, waarom niet? We zitten op casual. Het is zo'n try-out wereld. Um, als we, blijven, als we terug gaan naar de statistieken, kunnen we zien dat het volume heel vlot gaat. De uh, dag ervoor was heel wat minder. Uh, ik weet niet meer waarom. Ehm. Um, maar dit hier, uh, 943.000 grondstoffen, dat is enorm. Uh, dat is uh, 300.000 van elk, uh, elke grondstof dat we hebben kunnen plunderen. Dat is bijna een miljoen op één dag. Vandaag zitten we ook al niet slecht, want we ben nog niet zo lang geleden begonnen, we zitten bijna 200.000. Dus het halen van al uh, die uh, uh, munten is wel mogelijk, denk ik. Ik heb wel in spreken één dag voorsprong, want deze Edelman is al voor morgen. dus zo zeggen dat ik vandaag zoveel goudmint, mogelijk goudminter moest lijn. En ik ga dat waarschijnlijk bijna direct doen eigenlijk. Ja, de houthackers, mm, nemen nog wat tijd. ja Het uitbouwen. neemt enorm veel tijd. Ik heb nu, ik doe al mijn grondstoffen nu naar het maximum. Daarna de rest van de gebouwen, zullen we wel zien in welke volgorde. Um, dus ja, nu kan ik al mijn grondstoffen steken in goudminten slaan. Uh, Ziezo. Nu kan ik gewoon geen goudminten meer slaan. En uh, moeten we nog vier vandaag doen. Dus dat gaat geen probleem zijn. Het produceren van een eerman op zich ook niet. Het enige nadeel, en ik ga weer troepen moeten ontslaan, <coughs> is dat ik te veel troepen heb. staan. Um, dus ik ga dit eventjes doen. Om ervoor te zorgen dus dat er wat meer plaats in komt. Dus ik had meer dan 7000 uh, bijlstrijders, 7200 denk ik. Maar uh, dat waren er te veel. Ik heb er heel wat moeten ontslaan of laten doodlopen, kan ook. En uh, ja, ook gewoon om plaats te maken voor de edelmannen en voor de gebouwen. Want een ijzermijn op dat level kost enorm veel uh, boerderijplaatsen. Dus dat is wel een mindere. Uh, voor de rest, ja, ik heb nog wat boerderijplaatsen moeten hebben voor de laatste gebouwen hier. Dus daarmee dat ik uh, toch nog wat uh, boerderijplaatsen nodig heb. <coughs> uh, voor de rest, ja, qua troepen zitten we meestal uh, goed. Uh, we zitten aan uh, dus 6700, 300 verkenners, Dat is eigenlijk te veel. Uh, maar voor het farmen is het wel nodig. Uh, dus dat zal op 300 blijven tot nu toe. 3000 LC, dus dat is goed. 250. Dus deze zijn de goede getallen. Uh, deze moet naar beneden. En deze gaat variëren aan, uh, naar gelang de um, edelmannen en het pla de plaatsen van de boerderij die de gebouwen nog nodig hebben. Um, dan het tweede dorp. Heb ik hier gisteren geedeld. Kunnen zien dat de toestemming echt nog niet hoog staat. Uh, nog niet aangevallen is, dus dat is goed. Uh, ik heb wat ontwikkelingen kunnen doen. Uh, en heel wat gebouwen omhoog gedaan. Vooral de hoofdgebouwen gedaan, uh, want die zat gelijk op 10. En daarna de leemgroeven ook, want die zat ook enorm laag En ik heb vooral heel veel leem nodig. Uh, dus leemgroeven kreeg een serieus, uh, serieuze voorrang bij het maken van uh, de grondstoffengebouwen. Um, deze wordt dus een Defens uh, dorpje natuurlijk, de troepen produceren ook al, uh, in het derde dorpje heb ik het nog niet gedaan, maar deze wordt ook een Defens dorp. Um, uh, waarom wacht ik nu eentjes om de troepen te maken? Aangezien dat die aanval binnenkomt wil ik geen troepen verliezen voor niks. Ik ga er ook voor zorgen dat mijn grondstoffen zo laag mogelijk staan en de schuilplaats gewoon op maximum zetten. Uh, hoeveel kan ik er nu verliezen? Niks waarschijnlijk. Ja, dus niks kan geplunderd worden, uh, dus dat is toch al goed. Um, vervolgens heb ik nog iets te zeggen. Als we eventjes kijken naar de kaart, kunnen we zien dat ik dit dorp als eerste uh, heb geheeld. Daarna, dit. Ook bijna 1000 punten, dus toch al goed. Uh, daarna, ga ik wat verder gaan en ga ik dit dorp edelen. Uh, waarom zo ver? Uh, omdat andere mensen oprukken hier. En uh, ik wil ervoor zorgen dat ik uh, binnen mijn cluster zoveel mogelijk dorpen haal. Dus ik heb proberen dit dorp en dit dorp vrij snel te edelen. Om er dus voor te zorgen dat um, die twee van mij zijn eigenlijk. Um, vervolgens zult waarschijnlijk die dorpen zijn of die twee. Die heeft maar 39 punten, dus dat is heel weinig. Deze heeft ook vrij weinig punten, dus het kan zijn dat ik eigenlijk meer naar deze dorpen zal gaan voordat ik uh, de meer zuidelijke dorpen neem. Dus ja, uh, ik ga zoveel mogelijk dorpen innemen op korte tijd. Uh, gewoon om een record te vestigen voor mezelf en ook misschien toch wel. Om er zeker, te, uh, zeker van te zijn dat ik dorpen rondom mij wel heb. Want uh, bon, deze speler heeft nu 60.000 punten. Dus de kans dat hij mij aanvalt is vrij klein. Aangezien dat hij mij niet kan aanvallen op dit moment. Ik moet al heel groot worden voordat hij mij kan edelen. Maar later zullen deze grote dorpen worden. En het kan zijn dat deze dus een probleem wordt. Uh, deze speler. Dus daarmee dat ik heel wat dorpen dicht bij mij wil edelen. Ook wegens het probleem van de radius van de kerk. Um, voor de rest ja moet ik nog iets uh, anders zeggen. Ik kan heel ver gaan voor het plunderen nog. Uh, er zijn heel wat dorpen gelukkig. Ik ga sowieso. Uh, heb ik misschien al gezegd de vorige aflevering, maar meer naar het noorden gaan hier. Heel wat kleine nieuwe dorpjes die allemaal nog geëdeld moeten worden. Dus bijna geen spelers hier blijkbaar wel. Dat is uh, één persoon. Heel wat. Um, Lege dorpen met geen enkele speler de grond en dat is belangrijk om deftig uit te bouwen. Dus het kan er goed zijn dat ik misschien bijvoorbeeld hier een kerk of zo plaats en dus heel wat dorpen de grond kan innemen. Maar dat zijn wel plannen op iets langere termijn, want ik wil eerst alle dorpen die beschikbaar zijn innemen in mijn radius. Um, waarom geen spelers aanvallen? Zouden zich sommigen afvragen, uh, omdat het gewoon niet mogelijk is, denk ik. Uh, ik zie geen enkele speler dichtbij dat kan aanvallen nu. Uh, dus dat is gewoon geen mogelijkheid. Dus dat is gewoon zoveel mogelijk barbaarderpen innemen. En het voordeel is van: uh, ik zie niemand die, uh, die ik kan aanvallen, dus niemand kan mij aanvallen. En dat heeft dus ook zijn voordelen. Dus dat ik op mijn gemak al deze dorpen kan bouwen, uh, opbouwen, heel veel defense insteken en uh, zonder probleem kan verder leven. Hier, uh, dus ja, dat is een beetje het plan. Uh, voor de rest, ja, kun je zien dat er soms wel clusters zijn? Ik neem op dat iemand die zijn gestopt is en ik denk dat deze wereld gewoon is uh, wachten tot als iemand uh, uw buur stopt om die te kunnen overnemen daar komt het ongeveer op neer denk ik. Uh, ik heb toch al een tijdje zitten ballen als we terug gaan naar de stad heb ik alles besproken dat ik wil bespreken ja dus deze zijn het ontslaan van de, uh, van de troepen, niet dat ik veel troepen ben verloren dat is gewoon ontslaan van de troepen Um, deze zijn de goudmunten die enorm veel kosten. En ook de ene man zelf. Um, punten van de stam varieerd gewoon. We zijn soms wat <coughs> dorpen kwijt blijkbaar. Um, punten van de spelers stijgt natuurlijk, dat gaat vrij snel omhoog gaan nu, aangezien dat ik veel dorpen ga edel. Ze hebben wel niet veel punten. Uh, maar ziet dat in elk dorp uitgebouwd kan worden, zal het natuurlijk wel uh, sneller gaan qua punten. En een iets. Uh, Normalere lijn bij van spreken, want uh, nu is het elke keer één gebouw. Poef, ja, die trapjes gaan minder het geval zijn, aangezien ik op meerdere gebouwen tegelijkertijd en draai zijn. Prestaties, ja, dus is echt heel snel. Uh, nu 7 miljoen al, uh, ja, binnenkort aan het 10 miljoen, en zou me niet verbazen dat we ook vrij snel naar 100 miljoen gerijken Vrij snel is het nog wat relatief. Uh, maar als het zo verder gaat gaat dat waarschijnlijk wel gebeuren uh, en 3000 dorpen gebeuren is toch ook al een aantal de reden waarom dat, ik denk dat deze vrij snel omhoog gaat gaan is gewoon omdat we hier een heel cluster kunnen farmen, dat ik nog niet doe ze zitten wel vrij ver dus dat neemt wat tijd, uh, het zijn allemaal kleine dorpjes dus de aanvallen zullen wel klein zijn uh, dus je kunt er heel veel versturen en ik moet ergens en ik denk dat ik er ook niet zo lang mee ga wachten wel een dorpje in de buurt hier ga edelen om um, daar een kerk te plaatsen en dus ook een nieuw, uh, ah, een nieuw cluster te maken om de, van daaruit eigenlijk te kunnen farmen om een, ah, een beter bereik te hebben, bij wanneer we gaan spreken. Ik denk dat ik uh, volledig rond ben dan. Uh, ons eerste dorpje begint wel serieus uitgebouwd te geraken, 7000 punten is toch wel iets. En uh, ik kan wat farmen, want er zijn wat troepen binnengekomen, dat is goed nieuws. Uh, dus het farmen is heel simpel. Ik denk dat ik wel nog één dorpje nog niet heb gefarmd vandaag. Voilà, dit dorpje. Uh, al mijn troepen gaan er nu wel eentjes naartoe. Er uh, waren zeker en vast niet genoeg troepen, maar ik wil toch wel wat binnenhalen. Uh, ik weet zelfs niet eigenlijk. Kunnen we dat zien? Het aantal grondstoffen dat binnenkomt. Farm aanval terugkerend, uh, dat zou cool zijn. Oh nee, blijkbaar niet. Dat is spijtig, uh, ik weet al bij de markt dat dat wel gaat om uh, zo'n totaal aantal uh, grondstoffen te zien naar binnen komen en niet met de aanvallen, uh, dat zou cool zijn als dat werd toegevoegd. Maar als wat, een kleine like of comment dat het welkom komt. En we vinden elkaar terug in de volgende aflevering. Tot dan.